Vandaag gaan wij Nederlandse YouTubers raden door middel van een Fortnite gameplay. Straks zie je een bepaalde gameplay in beeld waarvan alles weggehaald is, waardoor ik niet kan zien wie het is. En elke keer dat ik het goed heb, krijg ik 1 punt. Dus laten wij beginnen met de allereerste gameplay. Nou, is dit een beetje makkelijk, want ik zat dus te kijken en het is een controller player en hij is super slecht. Dat is een grapje. Maar ik zag rechts onderin een logo staan. Dat heeft mijn editor niet gezien. Dus ja, dan wordt het een beetje moeilijk, maar... Of makkelijk zelfs. Ik denk dat het Chesto is. Zo'n sterk vermoeden heb ik gewoon. Ik weet niet. Oh mijn god, Chesto. Dat is mijn officiële keuze. Ik ben benieuwd of het goed is. Ik bedoel, hij wint deze build fight wel, hè. Laten we eerlijk zijn. Dus dat is ook best knap. Kijk hier. Door die boom bouwen hier. Oh mijn god. En die boom is altijd vervelend. Dat geef ik toe. Even de 90's cranken. Oké, okay, Chesto. Oké. Okay. Laat maar even mijn build battle doen. Ja, dit is gewoon netjes, toch? Oeh. Maar hij heeft de kill niet. Laten we doorgaan naar nummer 2. Ik zat dus hier eerst te kijken. En deze heb ik namelijk al eerder gezien. En toen zat ik dus eerst te denken aan Chatmo. Maar... Er zijn er nog meer spelers waarvan ik denk van die zijn nog wel decent in Fortnite. En dan denk ik aan Duncan of dus Chatmo. Eén van de twee. Maar welke het is, weet ik niet. Ik denk... ik zeg Chatmo. Oké. All around me are familiar faces. Nou, ik had hem soort van goed. Ik mag alleen niet de punt bij mezelf rekenen, maar GG. De gameplay was namelijk best wel nice. Alleen, voor mijn gevoel was het een beetje als iemand lang niet gespeeld heeft, toch, of zo? Die zeg maar sinds kort weer Fortnite speelt. Maar wel altijd wel gewoon decent is in de game, dus vandaar. Dus ja, op zich had ik het goed, maar ik mag hem helaas niet mee rekenen. Oké, we gaan door naar nummer 3. En dit is een controller player. En dat is echt... Maat, waar kijk ik naar? Erika. Sowieso Erika. Wat ging wel? Ik schiet je kapot, Kom dan. En hij is ondertussen weg. Hij is daarheen gejumpt. Weet je wat ik dan wel zou willen zien? Gameboss vs Erika. Laat eens weten de reacties wie er dan winnen. Laten we doorgaan naar nummer 4. En dit is een groene sweatskin. Hij speelt PC. Rare setup. Wie speelt er per se een... Wat is QC dan? Dit is QC. Is dit QC? Jawel, dit is QC, sowieso. Ja, hey! Let's go! Ik dacht al, wie... De rare setup en zo, man. Ja, nice. Had hij trouwens gekild? Heb ik niet eens opgelet. Fuck off, man! Fuck off! Hoezo zit er ook een bounty op mij? Ik heb je niet omgevraagd. Ik raakte ook in paniek. Ik heb niet op mijn shotgun moest pakken. Gadverdamme, zeg. Oh ja, leuk. Laten we doorgaan naar de volgende. Dit is... Oeh, dit is nog chapter 2. Oké, wait. Wait, facecam rechts? Oeh, facecam rechts en dan links? Maar dat is natuurlijk de ding natuurlijk. Dat heeft niet met de video te maken. Eén facecam. Zou dat Enzo zijn? Ik denk dat... Ik denk dat dit Enzo is. Ik denk het wel. Ik weet niet waarom, maar dat denk ik. Ik denk het wel. Jee! Maat! Yo. Ik word niet pro in, maat. Even serieus. Dat ik dit toch goed heb ook, vind ik echt knap voor mezelf. Ik weet niet. Als ik dit zie, dan denk ik van... I don't know. Ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen, maar gewoon de movement en alles... Ik weet niet. Ik vind dat gewoon... Ja, Enzo-stijl. I don't know, ik weet niet hoe je dit gaat uitleggen, maat, maar... Ja, nou oké, ik vind het best knap dat ik die punt nog binnengehakt heb ook. Oké, we gaan door naar de volgende. En dit is een PC-speler die goed is, Delm. Oké, wait, de edits? Oké, Oeh, dit wordt een moeilijke. Arena speelt hij wel. Wie? Ja, aan de skin te zien, hè? Dit lijkt me iets voor Link. Maar aan de ene kant, zou dit Link zijn? Link de Arena? I don't know, man. Zou dit... PC, wel PC, though. En vragen keybinds? Dat trouwens wel. Ja, mijn final guess is dan gewoon Link, denk ik. Ik ga deze sowieso fout hebben. Deze heb ik sowieso fout. Deze heb ik echt 100% fout. Echt ziek grote facecam ook. Oh, dit is Chatmo, wat? Hey, yo, lijp houden.
Qua edits doet hij wel goed. Alleen, Chabbo, je aim... Ja, nou, laten we er niet over hebben. De edits waren nice. Gaan we naar de volgende. Dit is een controller player. Die speelt sowieso op PlayStation. En zijn aim assist werkt niet zo te zien. Vervolgens heeft hij wel een goede setup. De Raven en John Wick? Wie speelt er? De spelen echt... Zou dit Roy zijn? Dus Koen. Wat? Yo, wait. Koen is nog best wel goed ook. Wat? Huh? Ah, jammer dat ik allemaal codes mis. Anders zou ik misschien wel... Wat? Yo, wat? Dit hebben we al gewacht even hoor. Koen, wat heb je hier uit te leggen, maat? Oké, die had ik echt niet zien aankomen. Ik had verwacht dat Koen op mij zijn toetsenbord zou spelen, maar blijkbaar niet. Oké, nou, hij wel gekild hoor. Ik weet niet of hij gewonnen heeft, maar sick, nice. Oké, we hebben dus hem niet goed. Oké, laten we doorgaan naar de volgende. Dit is een Spider-Man skin, dus dit is sowieso Season 1. En de setup is raar, een AK. Het is weer PlayStation? Hè? Spelen er echt zoveel mensen op PlayStation dan? Want ik heb echt iets gemist. Wie zou dit zijn? Ik weet het echt niet. Dit is een rare setup. Het is iemand die de hele... Oh nee, die heeft niet de hele Battle Pass gekocht. Dit was natuurlijk geen Battle Pass skin. Wait, zou dat Roy zijn? Wait. Nee, maar Roy's aim is wel iets beter, toch? Die bouwt wel wat sneller dan dit. Toch? Ja, nee, dat is Roy niet. Nee, dat kan niet, toch? Wie zou dit dan zijn? Wat is hier nog een... No! Ik haat dit. Er is aardig op. Oh. Yeah. Easy. Dit is zeg maar dezelfde persoon die zeg maar dit tegen mij zei. Hey Paradies, we komen voor je ass man. Het maakt niet uit waar dat je bent. I'll find you. I'm gonna rip you apart, mother. Kijk, dit is toch wel cute hoe die hier aan het bouwen is. Kijk nou. Oh. Yeah, nee, shout out to jou is het. Shout out to jou. Laten we doorgaan naar de volgende. Dit is weer... Oh, dat is geen place. Nee. Wacht even. Dit is met aim en die skin. Oei, volgens mij is dit Link. Dit is sowieso Link, want ik heb een keer eerder met hem gespeeld. En dit is natuurlijk die collaboration met... ik weet niet welke game. In ieder geval een game die hij voor mij speelt. Dus ik weet vrij zeker dat dit Link Tiger is. Ik weet het 100% zeker. 100%, kom maar. Ja! Hey. Nice, maat. Lekker. Ik weet niet, herkennen dan de skin? Natuurlijk de facecam had het Link onderin natuurlijk. Ben je dan, bitch boy? Ik kan het ook niet bouwen in deze game mode. Kijk hier, 16, 15. Ja. Oh, wat heb je nog? Pijnlijk. Laten we doorgaan naar de volgende. De volgende persoon is met... Oeh, dit ziet er wel een beetje sweaty uit, eerlijk gezegd. Oeh, wait, dit is... Dit is Rudy. Dit is sowieso Rudy. Sowieso. Ik herken die skin. Ik weet niet waarom, maar dit geeft me Rudy vibes. Sowieso. 100%. Rudy. Echt waar. Kom maar met die punten, jongen. Kom maar. Ik weet dat 100% zeker. Dat hij hier hem killt is wel lekker. Kijk, maat. Wij pakken punten hier, jongen. Goeie hits. Iedereen draagt altijd dezelfde skin of zo in video's. De vorige keer draagde hij deze skin ook. Ja, nice. Oké. Nice. Hier gaan we door naar een volgende. Dit is Roy. Dat weet ik zeker. Dit weet ik 100% zeker. Dit is Roy. Dit is een skin die hij voor mij vaak aan heeft. En iets met de kleuren zegt me dat het zijn gameplay is. Dus dit is sowieso Roy. En hij gebruikt ook altijd die pickaxe. Dit is sowieso Roy. Ja! Dit is echt makkelijk gewoon. Dit is echt makkelijk. Ik weet niet van wat voor setup het is, maar maakt niet uit. Misschien had hij gewoon pech met loot, dat kan natuurlijk ook. Dit is precies de third party waar ik het over had. Ja, nee, dat nice. We gaan weer een puntje binnen. Gaan we door naar de volgende persoon. En de volgende persoon speelt ook met controller. En daarvan is de aim zeker niet zo goed. Dus het is niet iemand die heel veel Fortnite speelt. Nou, heeft hij een facecam helemaal linksbovenin staan. Wel nice. Hij zoomt wel in tijdens de skills. Ik weet het niet. Het is dus controller... Ik denk dus iemand van de bankzitters, denk ik dan, of zo? Ah, no, want ik heb wel gezien dat zij af en toe Fortnite spelen laten staan. Dus ik denk dat één van hun het dan is. Maar, en dan met nummer 7 van Ronaldo en Portugal. Dus ik denk dan dat iemand van bankzitters, maar ik weet niet wie. Maar het is controller. Spelen ze allemaal op controller? Ik weet het niet. Ik zeg gewoon iemand van de bankzitters. Stel dat ook als punt. Ik denk dat één van hun is. Ja! Hé! Hey, mat! Maar tel dat als punt. Ik vind van wel. Ik vind van wel. Okay. Ik denk dat het wel...
als punt telt. Oké. Okay. Laten we doorgaan naar de volgende persoon. Dit is op muis en toetsenbord. En... Wait, ben ik dit zelf? Ga ik hier dood? Nee, jawel. Ik ga hier dood. Dit ben ik zelf. Wacht, dit... Wait, deze gameplay herken ik. Wat? Waarom heeft hij dat gedaan? Ja! Maat, volgens mij heb ik maar eentje of twee fout gehad, volgens mij. Ik had gameballs had ik vast. Fout. Oh ja, en Duncan had ik natuurlijk fout. Maar nice. Wow, ja. What? Ja, dat was slecht. Dat was wel echt slecht van je, Rick. Laat even de reactie achter welke jij niet wist. En dan hoop ik dat ik jou morgen weer zie bij een nieuwe video om 4:30 op mijn kanaal. Ciao.